Yo, kijkers van Dutch Games Day, maar vandaag een nieuwe Call of Duty Ghost Game, het is live. We gaan een random crash pakken, dan doen we wel ook wapen, doen we even weg, doen dit wapen, doen we even weg en dan gaan we zelf een crash maken. Of gewoon een random, echt pak ik bijna nooit gebruikt, dat wordt dus eigenlijk, wat gebruik ik echt nooit. Ik gebruik nooit een machine gun, dat wordt dus de, nee, ja, de machine wordt die. We doen ook heel, echt heel apart scope, zo op de soort, nee. Die plus. Wat is dit voor ding? Shotgun doen we erop. R2, oké. Okay, doen we die, die, die. Zo. En we gaan met support spelen bij wordt dit en dit en dit. Ja, zullen we maar beginnen? We gaan wel een potje 10 met zoeken. Op de PlayStation natuurlijk speel ik. En ik word erin gejoined alweer. Dat is hartstikke poep. Maar ja, maakt niet uit. Team met match op Tremor. Tremor. Nee. Stop maar. Nou, ik heb even toetsweek. Er wordt eerder opgenomen. Het gaat nog geprenten, broden. Gewoon wel lekker op één dag voor heel veel commentaries maken. Dan. Ja, dus je moet doorgaan. Al heb je soms dislikes doorgaan met je YouTube. Kom op. Ik vind dat raar in die game. Vind ik heel erg lang duren. Altijd. Nou, hier 99009099 en 000000. Oké, laten we er ingooien. Kom op. Nou kom, join, hup, hup, ja, nee, ja. Hier staat mijn quest. Oh, wat is dit, oké, okay. Wacht even, al die. Mute al, zo. Ah, we doen hier nog een potje, nou, de potje namelijk wel iets al bezig. En ik word er meteen gekild. Ik kan hem geen geluid op mijn headset, kut. Deze natuurlijk in de computer zit. Ik ben eigenlijk heel slecht, want ik heb ook al echt heel erg geen ghost meer gedaan. Oh, zag ik zomaar camper boven op het huis. Ik heb heel lang geen ghost meer gedaan. Dat hele weekend al niet. Het is nou zondagavond namelijk. Dus het is best allemaal lastig. Of toch wel een nice kill te krijgen. Voor mij zit hier bovenop nog één. Oh wacht, zo werkt dat. Die shot kun je meteen afschieten. Oh, dat wist ik niet. Oh, dat is een grap gedaan. Eerst moet je altijd dat. Oh joh, heeft Maniac dat een rookpuntje doen. Moest je zijn shot kunnen pakken en die kun je doe in één keer. Dat heb ik echt vet gedaan. Ik heb nou nooit met zo'n shotgun ding gespeeld. Zit hier een enemy, wat zit die? Wil je gekild zijn? Ja, hij is wel dood. Tenminste, mag ik aannemen dat hij nu al dood is. Oh, ik wou naar boven gaan, maar ik zat te twijfelen. Ik ben toch niet gegaan. Gewoon zie je. Oké, ik heb... Oh, ik heb goed 2 shotgun kills. En een setcom. Oké, nice. Ik heb een setcom. Oh, yo, ik heb een setcom mensen. Waar loopt hij? Oh. Het potje is af, gewoon afgelopen. Ik had eigenlijk niet gedacht dat het zo snel ging. God, Maniac kill. Maniac kill. Bam. Hierna gaan we nog een padje met dat wapen. En dat wordt op welke map? Oh, poep. We gaan deze lobby gaan verlieven. Ik ga een nieuw padje zoeken. Het wordt op de map Overlord. Nou. Ben benieuwd. Ik heb 31 DGR Dutch Games HD. Ik heb hoofdpijn, man. Ja, toetsweek. Helemaal geen zin in. Maar ja, je bent direct vooruit. Dat is natuurlijk ook echt chill ook. Dat is gewoon met 2 uur per dag. 3 keer. Ik moet met 3 toetsen. Dinsdag, woensdag, donderdag. 2 uur per dag dus. 6 toetsen totaal.
valt allemaal nog wel weer mee, volgens mij. Maar ja, ga straks even kijken wat... wat allemaal te doen is en zo. Nou, kom op. Joinen. Nee, ik vind dat joinen, dat duurt gewoon veel te lang. Man. Oké, we pakken dus mijn kerst M27IR. Ja, met support. Nou, heb ik even proberen die, al die strijkjes te halen. Zo. Yo. Ik heb koude vingers. Dus als ik weer naar buiten ging, dan speel ik altijd iets slechter vaak. Maar dat is echt zo. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, door de kou moet je controle en niet zoveel grip hebben of zo. Wat ik hier had, hoe had ik meteen die deur dicht? Want weet je zeker dat ze daar niet meer kunnen komen. Oh, en ik had dat moeten... Lekker gespannen. Kijk, hij doet nou die deur open daar. Oh, en die gekke andere teammate heeft hem al. Daar zat nog een boven te campen. Dat was een beetje snel toen hij me killed, want ik was nog niet eens klaar. Oké, daar loopt een enemy. Yes. Oké, gaat lekker. Oh, fucking skeek aim, zagen jullie dat? Oké, zet komtje er. Altijd staan. En we gaan gewoon lekker verder. Oh, die shotgun vind ik echt zo rijpe shit, hè. Ik vind die shotgun gewoon echt rijp. Ik dacht echt dat ik daar naar de enemy zag lopen. Wow. Ik heb voor de eerste keer rack in dit spel. Op een commentary nog wel. Eerste keer rack stoot. Oké, ik heb weer twee spray. Nog twee kills en ik heb dat bazooka ding. Week voor dat ding heet een bazooka. Ja, noem gewoon bazooka ding. Ach, spring nou. Oh, man. Ik ben zo dom, hè. Spring zo naar beneden. Oké. Kom op. Satcom uplink enabled. Maar zit hier een beetje die enemies aan deze kant. Ja. Kijk, ik heb dat mouse ding, soort bezoeker. Nou, gaan we lekker met dit wapentje eigenlijk. Kom, ik heb dat ding toch gewoon zo omhoog, niet zo. Huh? Wat je gaat gewoon doen. Lekker zo die kant op, weet je waar die heen gaat. Oh, denk tegen een muur. Hoe krijg je 200 punten voor als ik tegen een muur aanschiet? Nou, ik vind het goed hoor, dat ik punten krijg, dat is juist goed. Daar wil je altijd wat sneller mee. Zit je hierboven of hier? Ja, boven. Oh wacht, hij is in de buitengrend. Zit hier om die tank. Dat is toch enemy? Oracle. Een oracle. Hij heeft me denk ik al gezien. Dat moet. Oh nee. Lekker van LMG, lekker spray altijd. Oh. Vind ik wel. Mijn LMG, lekker spray op stats ook een... Goeie stats op het moment. De score is niet heel slecht namelijk. Kom, zet daar weer 1 achter die steen. In mijn rug. Oh. Nice van een orkel vind ik. Dat vind ik echt wel... Oh, hier op de ring.
Ik vind deze site toch wel fijn, hè? Maar wel fijn dat die Oracle eigenlijk zo is. Een soort Walrijk is echt gewoon chill. Hier, ik loop daar bijvoorbeeld er één. Kom denk ik aan deze kant eruit. Er zit hier binnen, denk te wachten op mij. Denkt hij? Oh, hij is weggerend. Shot kunnen gebruiken. Satcom. Satcom op link enabled. We're winning this fight. Okay. Achter het moment. Zo'n goede score op zich hoor, vind ik. Gewoon een 10 op matchpotje. En daar zit er één. Wow, wow, wow. Spawn ze achter me, dat kan niet. Hoe kon die kerel uit dat gebouw komen? Dikke nitraat voor mijn neus. Hij heeft op mijn teammate. En hij heeft blind eye, want ik zag hem niet de Oracle en hij heeft wel blind eye. Dan moet wel dat hij blind eye had. Kom gewoon niet. Blind eye boy. Daar heb je voor één, maar dan liepen er twee. Ik heb dat bazooka ding, mouse. En dat krijg ik wel punten op niks. Ik maak amper kill met een ding, maar ik snap niet waarom ik die punten krijg. Weet jullie waarom ik die punten krijg? Zet even in de reacties, in de comments. Oh, we hebben bijna gewoon nog 4 kills. Nog 4. Oh, ik zit te wachten voor mij. Ja, daar zat hij. Ik wist het wel. Hij moest echt bij mij in de buurt zitten net. Kom op. Zo. Al 3 kills moeten we hebben, team. Kom op jongens, kunnen we. Laat het potje gewoon even lekker afmaken. Ik zit er rond te lopen hier, maar ik zie ook niemand. Er werden, als ik iemand zie, ga ik dood. Ja, zie je, dat bedoel ik. Zie je iemand, ga je dood. Nog 1 kill hebben gevonden. Zo, als ik de final kill kan maken, als daar een. Oh, bijna. Nou, potje afgelopen. 24-14. Best een mooie score, vind ik zelf. Echt een heerlijk scoren. Dus ik ga een commentary duren ongeveer 14 minuten, 15 minuten. In ieder geval, vond je deze commentary leuk? Doe een duimpje omhoog. Subscribe mij. Wil je meer van me zien? Zet in de comments wat je ook wilt zien. En ik ga het doen voor je. Spreek je later. Doei.